De recherche heeft meer dan 1,6 miljoen SRD geïnd aan transactiebedragen met betrekking tot economische delicten. Ronnie Kaarsel van Recherche Regio West van het Korps Politie Suriname zei gisteren tijdens een persconferentie dat het met name gaat om overtreding van de smokkelwet. Als we kijken naar het aantal verzonden dossiers, dan hebben we in juli 5 verzonden en in augustus 8. Als laatste hebben we daar transactiebedragen die zijn geïnd met betrekking tot de economische delicten. Het gaat om zaken zoals overtreding van de smokkelwet, waar er bedragen zijn betaald, transactiebedragen noemen we dat. En dan komen we op juli op een totaalbedrag van 110.600 SRD dat geïnd is. In de maand augustus is er US 1500 geïnd en ook SRD 1,6 miljoen. Kaarsel geeft verder aan dat er ook spraakmakende gevallen van beroving zijn onderzocht door de recherche van Regio West. Hierbij zijn fikse bedragen buitgemaakt. De afdeling Recherche Midden maakte bekend dat erop gelet moet worden dat het operatiegebied van de criminelen verplaatst is naar onder andere Brokopondo.